ik ben 22 en ik kom uit België. Ik doe hier dus vrijwilligerswerk. Ik werk in momenteel in een schooltje. Ik mag niet echt een school noemen, wat niet onder de overheid staat. Dus hier zitten eigenlijk kindjes tussen 3 en 5 jaar. Ze zijn hier door de basis, dus het tellen, het optellen en hun namen schrijven is heel basis. Ik spreek zelf Portugees en ik heb een metekindje die Spaans spreekt. Dus mijn Spaans is niet super, het is meer een mengeling tussen Portugees en Spaans. Daarom dat ik naar hier wil komen om dit te verbeteren. En daarboven wil ik ook gewoon het klashouden leren kennen in Peru, in een ander land. Die ook heel wat minder heeft dan wij in België. Om te zien dat zij dat hier wel doen, maar heel wat minder dan dat wij hebben in België. Het is vooral heel veel liefde. Ik werk meestal met kinderen van 6 tot 13. En hier zijn ze heel klein, maar je merkt ook dat ze heel veel liefde en energie van je nodig hebben. Ik vind dat buitengewoon fantastisch. Ze zijn ook zeer vrolijk en met hetgeen dat ze hebben ook, kunnen ze zoveel doen. En ik vind het echt prachtig om te zien. Dat is echt voor mij meerwaarde. Ik kreeg de kans om in een gastgezin te verblijven. Wat denk ik ook heel goed was om vooral de cultuur, het eten en het manier van spreken ook onderling te leren kennen. Want ze gebruiken hier heel veel verkleinwoorden. Dus ook mijn naam wordt constant in verkleinwoorden gebruikt. Op zich, mijn gastgezin is zo open en vriendelijk dat je direct ook thuis voelt. Dat het dan heel makkelijk maakt om zo in huis rond te lopen of dingen te vragen. En ja, dat is eigenlijk de grootste meerwaarde eraan. Cusco es una ciudad muy buena, las personas son muy simpáticas, abiertas y es una cosa que te da mucho amor y ya me gusta mucho.